Het is niet echt een voorwerp dat bij mij leidt naar de passie waar ik nu nog altijd mijn werk mee doe, maar het is eerder een persoon. Ik wou graag mijn Frans onderhouden na mijn studies. En mijn moeder was gewoon random op haar werk gaan rondvragen aan Franstaligen of dat er iemand met haar dochter Frans wilde oefenen. En dan ben ik eigenlijk op deze dame uitgekomen. Dat is mevrouw Steins. Zij is toen degene geweest die heeft gezegd: als je gepassioneerd bent door iets en je kan het goed communiceren en goed overbrengen bij de mensen, dan kan je alles doen in deze wereld. De passie voor de studierichting zelf is eigenlijk pas tijdens de studie helemaal opengebloeid. Het is meer dan alleen de taal. Het is ook echt de culturele verschillen, de gedachtegang van de verschillende culturen die dat daaraan vasthangt, dat krijg je ook heel veel mee. En dat is iets dat je denk ik in geen enkele andere studierichting kan leren. Na de universiteit ben ik gewoon een job gaan zoeken zoals iedereen. Ik heb toen eigenlijk gewoon de eerste de beste job genomen in Wallonië om mijn Frans opnieuw verder te oefenen. Dat was een salesjob. Ik heb zo 2, 3 jobs geprobeerd. Het was altijd in de sales. In de sales of in HR of in recruitment kunnen mensen met taal- en letterkunde altijd terecht. Er is daar een gigantisch tekort aan mensen. Maar het was toch niet wat ik zocht. Een taal spreek je altijd met iemand. Een taal is niet een losstaand iets. En ik denk dat mensen heel vaak vergeten dat de reden waarom dat wij onze talen beter willen spreken, is omdat wij op een bepaalde manier willen overkomen bij een andere persoon. Vanuit dat opzicht heb ik het freelance achter mij gelaten en ben ik dan Hello Languages gestart. Bij Hello Languages zorgen we voor taalopleidingen die heel specifiek gemaakt zijn voor mensen die een bepaalde doelstelling hebben. In de plaats van alleen maar naar het taalniveau te kijken, kijken we ook naar de leercapaciteiten, hoe dat ze sneller kunnen bijleren en wat er ook van hen verwacht wordt. Dus de persoon waarmee ze spreken, wat dat die wil dat deze persoon bereikt qua taalniveau. Ik dacht vroeger altijd, ik ga nooit lesgeven. Wat een verschrikking. Maar ik geef nu les aan de meest gemotiveerde mensen ooit. Ik heb mij iets eigen gemaakt uit mijn passie. Dus als talen jouw passie zijn, maar je ziet niet direct waar je terecht kan komen met je job, je kan overal terecht met jouw studierichting. Elke job heeft talen nodig.